de wereld verbeteren. Klinkt een beetje als een cliché, hè? Maar het kan echt. Mandela deed het, Malala doet het, met hun strijd voor rechtvaardigheid. De onrechtvaardigheid en ongelijkheid in de wereld nemen steeds verder toe. 82% van al het geld ging het afgelopen jaar naar de 1% allerrijkste. En de 8 rijkste mannen bezitten evenveel als 316 miljoen allerarmsten. Maar wereldwijd staan helden zoals Mandela en Malala die dit soort onrecht bestrijden steeds vaker onder druk. In meer dan 100 landen wordt de vrijheid van mensenrechtenactivisten, feministen, LHBT-strijders, vakbondsmensen, journalisten steeds verder ingeperkt. Zij liggen steeds vaker onder vuur, soms zelfs letterlijk. Daarom doet de PvdA vandaag 5 voorstellen om de ruimte voor wereldverbeteraars te vergroten. Voor de Mandela's en de Malala's van nu. Voor de vrouwen die onze kleding maken en die de vrijheid moeten hebben om een vakbond op te richten, om betere arbeidsomstandigheden te eisen. Voor de activisten die knokken voor het recht om lief te hebben wie je wilt. Voor vrouwen die opkomen voor vrouwenrechten wereldwijd. Benieuwd naar onze voorstellen? Lees ons manifest Shrinking Space en strijd mee.